Gewalt, de eerste wedstrijd in de winterstop, een hele belangrijke tegen Gillis en gewonnen. Ja, dat was het doelstelling nummer 1, denk ik, voor vandaag. En die hebben bereikt, dus dat geeft goed gevoel. Eerste helft was te gewennen, was niet goed. De conditie van hetzelfde was toen dramatisch. Achilles alleen maar lange ballen schieten. Wij proberen nog een beetje, maar het was lastig. Ik vond dat de tweede helft een stuk beter ging. Ik kwam meer in ons spel. Gevaarlijker voor de goal geweest. En op basis van de tweede helft wel terecht overwinning. Was dit nou een wedstrijd waarvan je zegt van een schande dat die gespeeld worden? Of zeg je gewoon nee, we kunnen gewoon voetballen? Ik vind zo'n veld kan je eigenlijk niet voetballen. Maar ja, wij zijn er en dan wil je gewoon spelen. Dat is simpel. En dat wordt niet door ons beslist, dat wordt voor ons beslist. Het veld is glad, er ligt veel sneeuw, dat is gewoon gevaarlijk, denk ik. Maar de KNVB is het reglement en dat zal maar wel geklopt hebben. Plus, ik denk niet dat een scheidsrechter vaak een wedstrijd nog een half uur van tevoren af gaat lassen. Dus, ik zag wel lopende de tweede helft dat jullie wat technische dingen spelen, balletje niet gelijk draak spelen, even inhouden. Bijvoorbeeld per schuurs had ik een paar keer zien doen. Ja, dan win je het ook, want de speler komt inkleien op die bal en dan heeft hij niet, dat ben je weg. Ja, precies. En dat denk ik dat het de eerste helft gaat en dat ging de tweede helft beter. En dan zie je dat we beter aan het voetbal komen. Dus dat zei de trainer ook in de rust. Jongens, we gaan nog simpel spelen. En natuurlijk, het veld is lastig, dus daar moet je altijd rekening houden. Maar hij zei wel van, ga ook simpel spelen. Als je de bal hebt, blijf rustig en kijk om je heen en dan spelen. En niet ga haast die bal meteen wegschieten. Hoe bevalt de nieuwe trainer? Ja, ik ben positief over de trainer. Hij zit er kort op. Hij heeft een duidelijk beeld van hoe hij verdedigend wil spelen, hoe hij aanvallend wil spelen. In trainingen legt hij vaak stil. Zegt hij van ga nou zo staan of doe dit, doe dat. Dus hij is daar gewoon heel erg mee bezig. En dan merk ik ook wel dat hij zelf jarenlang op hoog niveau gevoetbald. Dat komt er echt wel uit. En hoe gaat het dan dadelijk? Sjoerd Aarts erbij, een doelpunt te maken bij uitstek. En dan nog een goede middenvelder, een jeugdinternationaal bij je Turkije. Ja, klopt. Die zijn er ook bijgekomen. Sjoerd is net voorgesteld. Dus Sjoerd heeft denk ik al genoeg naam gemaakt in de Europa League. Hij staat de kant voor doelpunten. Jordi Briels is vorige week ook niet meer geschorst. Dus de trainer moet de keuze maken. Betekent dat jullie die voor en in meestaan dadelijk bij Sjoerd Aarts ook meer aan scoren toekomen? Ik ben iemand die vooral probeert de andere jongens in stelling te brengen. Ondanks dat ik wel aan het cap scoort de eerste seizoensheld. Maar je ziet, ik heb een goede voorzet, vind ik. En ik denk dat hij daar, als hij speelt, maar dan daar wel van kan profiteren. En dat zou voor mij ook fijn zijn. Als iemand hebt die de ballen erin komt. Maar jij kan er zelf ook af en toe eentje maken. Dus dat zit wel snor. En DNA zie je kan er wel eens eentje maken. Fleter zoals vandaag. Ja. Na de blunder van de keeper laten dames. Ja, dat was de blunder van de keeper. Hij liet hem gewoon los. Dus, Kevin miste eerste helft eentje, ik mis er nog eentje tweede helft. Ik denk dat ik nog wel aan de andere kant had gehad. Dus dat zit een beetje mee, dat is ook gewoon zo. Voorin komt er eentje bij. Dus aan de trainer, die moet daar een keuze maken. Klopt het als ik zeg een terechte overwinning? Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel.